50 jaar geleden werd een merkwaardige wielerwedstrijd georganiseerd onder barse politiebescherming en de goedmoedige belangstelling van een zo gewichtige persoonlijkheid als de militaire gouverneur van Parijs. Het was een wedstrijd door grote delen van Frankrijk, georganiseerd niet door een wielerbond, maar door de directie van een sportblad dat abonnees wilde trekken. De renners werden voor het begin vastgelegd op een plaatje. Dit namelijk ging een sensationele onderneming worden die ook niet meer zou worden herhaald. De eerste sensatie was voor de lezeressen van het sportblad. De tweede voor de persfotograaf. De derde sensatie was voor de organisatoren, die hun renners wel telkens bij start en finish zagen, maar niet onderweg. En achteraf vernamen dat enkele deelnemers hele einden per trein hadden afgelegd. Desondanks werd deze ronde herhaald met telkens andere routes, andere formules en steeds meer buitenlandse deelnemers. Tweemaal werd de reeks door een oorlog onderbroken. En 50 jaar later zouden voor de 40ste maal wegrenners vertrekken in het verblekend kielzog van deze brave pioniers. Wat 1953 betreft, in Breda wordt de Nederlandse ploeg samengeklonken in de huiskamer van Kees Pellenaars. De man die voor de 10 Nederlandse renners vader, moeder, directeur, vriend en veldheer zal zijn. En achteraf weten we dat Kees Pellenaars al die functies meesterlijk heeft vervuld. Dit staat hen te wachten. Een tocht van 4468 kilometer, waarvan de eerste etappe begint in Straatsburg. Het is bar slecht weer als de renners zich verzamelen voor het vertrek. De Italiaan Gino Bartali moet de naam van zijn eigen rijwielmerk verstoppen onder zijn regenjas. Ook Magni verpakt zijn goede kansen in cellofaan. De kleine Robic en de grote Coblet kanspaarden voor Frankrijk en Zwitserland. Niet elke renner verwacht dat hij zal winnen, maar deze wedstrijd kijkt ook naar de winnende ploeg. De nieuwe formule geeft allen dezelfde kansen. Na elke etappe worden de tijden van slechts de eerste drie van elke ploeg opgeteld en vergeleken met die der andere drietallen. Zo zullen de Nederlanders de snelste tijd maken over de totale afstand die ongeveer gelijk staat met de fietstocht van Amsterdam naar Moskou en terug. Muziek van een Frans garderegiment doet de tourcaravaan uitgeleiden die een kwartier te laat uit Straatsburg vertrekt en ook dan geen moeite doet om de verloren tijd in te halen. De 119 man blijven keurig bij elkaar. 53 van hun kunnen nu nog niet weten dat ze Parijs niet op de fiets zullen bereiken. De 53 die in een van de komende etappes zullen opgeven. Magni vindt het wat overdreven dat onze cameraman nu al naar een uitlooppoging speurt. Maar als men na 36 kilometer tegen de heuvels van Saverne moet optrappen, begint het ernst te worden. Hier vluchten de eersten weg. Achter de laatste der reclameauto's volgen de motoren die aan de koplopers vooraf gaan. Er is een groepje van 8 man ontsnapt, maar het peloton wordt er niet over ontrust. De koplopers zwoegen tegen de flauwe hellingen op. Hun voorsprong groeit aan tot 200 meter. Maar de pers die dit alles aandachtig volgt, krijgt eerst iets van belang te melden als Wachtmans langs deze groep heen trekt, een voorsprong van een halve minuut behaalt en daarmee de Franse ploeg tot een achtervolging prikkelt die voor sommigen iets te wild verloopt. Tegen elke verwachting zijn het de Nederlanders die in het Saargebied de tred aangeven. En de Fransen haken in omdat ze het gevaar bespeuren. Thijs Rox is de man die deze etappe had kunnen winnen als hij niet voor gesloten spoorbomen had moeten wachten tot Loridy en Fritz Scher hem hadden ingehaald. Maar ook Wachtmans is bij hen. Scher, nummer 19, is de gevaarlijkste man in de eindsprint de Metz. Scher ligt voor, achter hem Wachtmans, te ver om hem in te lopen. Scher 1, Wachtmans 2, Rox, Loridy. Zwitserland levert de eerste leider. Maar in het ploegenklassement leidt Nederland met bijna 4 minuten. Metz is een stad waar je best een paar dagen zou willen rondkijken, als je niet fietsen moest. En waar de 119 rennertjes als vlijtige mieren over de brug krabbelen, daar moet ook onze camera mee. Midden in het compacte peloton zitten de 10 Nederlanders, warm van trots over hun eerste plaats, die ze ook in de motregen zullen verdedigen. De Belg Kloos, nummer 22, en zijn ploegmakkers worden onrustig nu het naar het vaderland toe gaat. Maar ver vooruit komt hij niet. Het zijn voornamelijk de Italianen die zich aan hen vasthechten uit vrees voor de tweede maal te worden verrast door een klein land. Er zijn geen grenzen aan de verwondering waarmee Luxemburg op deze tweede dag de samenstelling van de sliert van de renners opneemt.
Ook hier had men verwacht een Italiaanse groep aan de kop te zullen zien. Een Frans nationale leider of een van de gevreesde Zwitsers. Maar het komt anders. Poblet leidt slechts een groepje Zwitsers, Fransen en Italianen die op zoek zijn naar wat jonge Luxemburgers en een Franse regionaal. En als men België binnenrijdt, ligt de zaak nog vreemder. Wachtmans doet hier opnieuw een aanval op de gele trui die hem de vorige dag met enkele seconden ontglipte. Maar Cher blijft dit kledingstuk taai verdedigen. Het vreemde nu is, wat nog nimmer in een ronde van Frankrijk gezien werd, dat de twee leiders in het klassement voor alle anderen uitvluchten. Cher weigert de kop van Wachtmans over te nemen. Anderhalf uur lang laat hij de Nederlander het zware werk alleen doen. Wachtmans mag vertrouwen op zijn ploegmakkers Voorting en Van Est, die 50 seconden achter hem Bartali en Coblet in bedwang houden. Cher, die zich tot nu toe gespaard heeft, fietst hem in de laatste meters voorbij. Weer dus als gisteren Cher eerste, Wachtmans tweede. Bovendien voor de Nederlander voor de tweede maal de prijs voor de strijdlustigste renner. En als wordt geen dag gegund om uit te blazen van twee vermoeiende etappes. Onmiddellijk gaat het verder in westelijke richting België door. Assendorfer, Gauthier, Darrigade, louter Fransen dus, zijn na de eerste kilometers vastberaden uitgebroken. Zij willen niet meer afwachten wat de Nederlanders voor vandaag van plan zijn. Wachtmans maakt jacht op hen, maar breekt een wiel en verliest tijd. Gerrit Voorting leidt een groep van achtervolgende renners, waartoe ook Wim van Est behoort. En zo gaat het in hoog tempo op Frankrijk af over de moeilijk bereikbare wegen die men de hel van het noorden heeft genoemd. Gauthier, een van de leiders, krijgt pech. De Zwitser Huber. De Fransman Baffert. De Spanjaard José Gil. Rosso doet zijn medelijdend hart geweld aan, scheurt zich los van de narigheid achter hem en neemt braaf de kop over van Gerrit Voorting. Op dit moordende plaveisel is Barbert een flink eind uitgelopen. Hij perst er nog een sprintje uit om indruk te maken op de meisjes van Saint-Amand-les-Eaux. Daar komt Barbert, eenzaam en enigszins vermoeid. Wim van Est leidt de achtervolgers. Hij doet dit met een lege maag. Want door een tegenslag heeft de ravitailleringswagen de Nederlandse ploeg vandaag niet kunnen bereiken. Gerrit Voorting rijdt eenzaam en uitgeput voor het grote peloton uit. Ruim een minuut voorsprong heeft de Parijzenaar Barbert als hij in Rijssel over de streep gaat. Tweede wordt Roland, Van Est haalt nog een zesde plaats. De moedige Barbert geeft voor de radio een kort verslag. De Nederlandse ploeg behield haar eerste plaats. Langzaam, aarzelend, bijna als met tegenzin verlaten de renners de stad Rijssel in één grote vormeloze klont. Dat evenwel zal spoedig anders worden. Het tempo loopt op als Hugo Coblet met de gemakkelijke stijl die hem onderscheidt van de zware zwoegers op de fiets naar voren vliegt, gevolgd door een kleine groep van jagende Fransen en Italianen. De pers noteert dat Nederland vandaar diep in de achterhoede ligt door alle soorten pech geweerd door deze ver opdringende gelederen. Nog feller wordt de strijd. Wanneer de hel van het noorden is gepasseerd, volgen op 500 meter de eerste mannen de snel opjagende Zwitser Coblet. Hierbij valt aan te tekenen dat die andere Zwitser, Cher, de drager van de gele trui, zijn best doet zijn voorsprong in het algemeen klassement te behouden, zonder dat hij naar de etappezege dingt. De havenstad Dieppe is ditmaal het einddoel. Het is een van de steden wier namen wij ons uit de oorlogscommuniqués herinneren. Met touwen worden de mensen netjes verpakt. Zo houdt men ze klein. De juffrouw die de overwinnaar zal omhelzen, brengt ze vast in de stemming met smeltende wijsjes die hun uitwerking missen op nog onbedorven gemoederen. En dan komt de voorhoede. Loridy heeft de aanval ontketend. Hem volgen Gerrit Voorting, Mirandeau en Audet. Tegen deze geeft men Voorting geen kans. Op 600 meter van de finish breekt hij onverwachts uit in een sprint zo onwaarschijnlijk fel dat hij allen de baas wordt. Al
Als zesde komt Molten binnen, als elfde Van Est, als dertiende ex-equo, de rest van de Nederlandse ploeg. Steeds is de Zwitser Scheer de leider in het algemene klassement. Aan samenwerking dankt Nederland de etappezege en de eerste plaats van zijn ploeg. De volgende dag verlaat de karavaan de stad Dieppe en tevens de zeekust. De koers is pal zuid en leidt over Rouen naar Normandië. Dat is de etappe waarin de Franse streekrijders naar voren moeten komen. De Nederlanders geven na vier dagen leiding geen enkel teken van initiatief. Zij verdienen wat rust. Ze nemen die althans. Er zijn tekenen die erop wijzen dat er een aanzienlijke verschuiving in het algemeen klassement wordt voorbereid. Wachtmans, die op nummer 2 staat, wordt door bandbreuk teruggeworpen. En de ploegmaten hebben veel werk om hem terug te brengen in het peloton, hetgeen gelukt juist voor de ravitailleringsplaats Bernay. Gesterkt begeeft men zich weer op weg. Een Fransman van wie men nog niet veel gehoord heeft, Hassan Dauffer van de groep Noord-Oost-Centrum, breekt vandaag verscheidene malen uit. Tot nu toe werd hij telkens weer ingehaald. De toerdirecteur Godet hoeft niet te vrezen voor een saaie ronde, want zelden is de wedstrijd zo levendig geweest. De bedevaartplaats Lisieux heeft zich voorbereid op dit, juist voor deze stad, ongewone bezoek. De mensen betrekken gezinsgewijze gunstige waarnemingsposten langs de kant van de weg, voorzien van het laatste nieuws. Tot ieder van hen richt zich de opgeblazen reclame uit de tourcaravaan, zij het niet altijd met succes. En dan komt het opwindende moment van de deurtocht der renners. De formatie van de koplopers volgt het solide blok van het peloton. De Nederlanders zitten er gelukkig nog in. Acht en een halve minuut voor het peloton uit rijdt de ondernemende kopgroep met Molineris, Malé-Jacques, Asset d'Orfer, acht man in totaal uit gewestelijke ploegen. Ver achter hen volgen de grote namen, vechtend onder elkander, maar zonder hier in te grijpen. Zo werd dit een dreunend succes voor de streekrijders. In een moedige maar vruchteloze solorit heeft Nolten zich leeggereden. Voor Malé-Jacques de etappeprijs, voor Hassan Dauffer de gele trui, waarvoor hij bedankt nog voordat hij hem aan heeft. Nolten rijdt zijn koers nog eens over. Caen bezit een verrassend moderne stadswijk waarvan de bouw nog in volle gang is. Van dit punt van nieuw leven vertrekt de karavaan langs stadsdelen die ernstig zijn geschonden. Bijna dodelijk verwond werd de stad in de strijd die over Europa's bevrijding zou beslissen. Zij bezit stranden die de geallieerde invasie zagen. Ondiepten waar ontredderde schepen tot rust kwamen. Akkers waarin duizenden doden werden neergevlijd. Hoe somber deze gedachte ook stemt, zij stierven niet om ons voorgoed in rouw te dompelen, maar om ons leven weer zijn vrije loop te geven, met al zijn ernstige en belangrijke momenten en met zijn vreugden en zijn sport.
Essen d'Auvergne heeft vandaag zijn gele trui te verdedigen tegen zijn voorganger Cher, die gisteren slechts 47 seconden op hem achter is geraakt, en tegen fel opdravende Italianen. Van Est ziet zich gepasseerd door Rappiek, wien de klaroenen der Bretonse eerzucht roepen. Onder de Zwitsers heerst oneenigheid. Koblet tracht Cher te overtroeven. Van Breenen volgt hem naar de vijfde plaats, al kan hij dat niet vermoeden. Lazarides heeft zich aan het wiel van de Belg van Geneugden gehecht. Zo jaagt vandaag weer iedereen op iedereen met een gemiddelde van 40 kilometer. In de eindsprint zou de zegen moeten komen aan de razendsnelle Caput, maar Van Geneugden worstelt zich langzaam heen. Van Geneugden brengt de eerste overwinning aan België. Zijn groep verliest de eerste man en Nederland verliest Stevens, die te ver achter het grote peloton binnenkomt. Van Le Mans naar Nantes, een etappe tussen twee etappes. De felle van gisteren, de lange van morgen. Men is van plan zich te sparen. Niet zo echter de middelmatige krachten voor wie deze korte rit van 181 kilometer over behoorlijke wegen een zeldzame kans op een overwinning inhoudt. Het zijn dus voornamelijk minder bekenden die hard beginnen te fietsen. En omdat hun overwinning toch van geen invloed is op de plaatsen van de sterkeren in het klassement, laat men ze begaan. Men heeft zelfs oog voor het landschap. Dat had de motorrijder ook die Pardoes op een groep renners inreed. Nederland verloor daardoor Sjefke Janssen, die zoveel achterstand kreeg dat hij niet voor de sluiting van de controle binnenkwam. Isotti is een van de onbekende Italianen die vandaag aan de slag gaan. Kenen en Rémy gaan met hem mee en zullen hem tot aan de eindstreep begeleiden. Ondanks de straffe tegenwind blijft Isotti met zijn vluchtgenoten van de groep Noordoost-Centrum onverdroten deurmalen. Deze Franse groep heeft Nederland in het ploegenklassement 2 dagen geleden van de eerste plaats verdrongen. Nu voert ze haar voorsprong op met nog een kwartier. Het is Isotti gelukt zijn mededingers het zoet van de victorie af te snoepen. Voor de langste etappe van de Tour wordt gestart als het nog duister is. Dit is er een zoals in de begintijd vaak werden gereden. Maar de deelnemers aan de ronde van 1953 laten zich niet meer verleiden tot een bruut vertoon van kracht over 345 kilometer. Ze trappen wel aardig door, maar racen doen ze voorlopig niet. Bartali tussen zijn helpers Corrieri en Drei rijdt zoals men van een fabriekseigenaar kan verwachten voor zijn plezier. Zo verloopt het grootste deel van de rit rustig en in de beste harmonie. Pas als de eerste 175 kilometer verwerkt zijn, beginnen de uitlooppogingen. Bekenden zijn daar nog niet onder. Luxemburgers, Franse regionalen, de Zwitser Schellenberg. Dan weer eens een ander groepje, steeds worden ze ingehaald. Alleen uit een groep van 5 schudt op 32 kilometer van de finish Nolten zich los. En begint met een zeer grote versnelling onbedaarlijk te rijden. Men moet al hard lopen, wil men hem bijhouden. En dat lukt geen van de renners meer. Nolten is al ver weg, als over hetzelfde punt het peloton en de karavaan van volgwagens voorbij rolt. Pellenaars bereidt de ravitaillering voor, evenals alle andere ploegleiders. Maar Pelle is het eerste los. Nolten komt eenzaam door. Vandaag inspireert hij alle journalisten en een erg enthousiaste kan zelfs niet wachten tot hij in zijn hotel zit.
Met deze onmenselijke inspanning verschaft hij Nederland de tweede etappezege in Bordeaux. In Bordeaux valt na 10 etappes de eerste rustdag. En dan moet Assendorfer meteen bejakkeren om zijn leiderstrui te verdedigen. Het wil helaas niet zo best. Hij voelt zich ziek. Omdat niemand daar rekening mee kan houden, kan men hem wel als verloren melden. Trouwens, niemand kan zich erg prettig voelen in het koude, vochtige weer op de lange, gladde wegen door de Gironde. 100 man zijn er nog over sinds Straatsburg. Daarvan blijven de sterken vandaag dicht bij elkaar. In de dreinende regen wacht men hen op. In Mont-de-Marsan speelt dit keer het vertederend ceremonieel van de ravitaillering. Ploegleiders en verzorgers houden zich gereed om de zorgvuldig samengestelde voedselpakketten aan de hunkerende renners toe te zwaaien, zonder deze daarbij te vloeren. Daarna gaan ze, als bezorgde vaders, met nieuwe fietsjes achter hun spruiten aan. De uitlopers van de Pyreneeën beginnen al iets van de beenspieren te vergen. Onder de herhaalde aanvallen heeft zich een kopgroep gevormd van 29 man, waaronder 5 Nederlanders. In Po verspeelt Voorting door een vergissing een prachtige kans. Het zijn Koblet en Magny die om de zege nek aan nek strijden. Magny heeft nog adem over voor een grapje, al heeft hij gesprint als geen toerrenner voor hem. Cher keert terug in de gele trui, door een ongeletterde ploegmaat geholpen. Het slot is de strijd om de plaats op de foto, een strijd die nu eens niet tussen de mannen wordt uitgevochten. Het prachtige stadje Po verlaten de coureurs met een hart bezwaard door sombere verwachtingen. Zij gaan de gevaarlijkste etappe van de Pyreneeën tegemoet met de bestijging van de dreigende Aubisque. Al na 15 kilometer ontsnapt Darrigade, gevolgd door een Zwitser en een Italiaan. Het gros klipt nog bijeen om zich niet te forceren voor de zware klim. Darrigade en Drey worstelen zich omhoog achter Huber. Een martelend karwei waarbij wie eenmaal achterblijft geen kans meer krijgt de voorlopers in te halen. Spanjaarden van over de grens gekomen juichen hun landgenoot Lerono toe, die zonder de hulp van ploegmaten enkele minuten op de sterksten uitloopt.
Dit hadden de ervaren renners niet verwacht. De kracht van de Spanjaard verbijstert hen. De Spanjaard is een raadsel. De Spanjaard is een uitdaging aan Hugo Poblet, die het vreselijke gevoel krijgt hier te worden overmeesterd, waar hij had willen triomferen. Poblet verteert zijn krachten. Op de Obisque is Le Rono al 5,5 minuut geleden gepasseerd. Wie vrijgesteld is van de afschuwelijke taak op de fiets omhoog te moeten, kan op dit hoge punt genieten van het heldere berglandschap. Wel is het voor de ware toerist hier nu wat al te druk. Vrijwel al deze mensen horen dan ook tot de karavaan van volgers, journalisten en officials die aan de tour verbonden zijn. De tour die doorzwoegt over de slingerende wegen, voorafgegaan door reclamewagens die met spottend gemak met al hun paardenkrachten de hellingen nemen die de renner met zijn beide benen moet verwerken. Nog steeds rijdt de eenzame figuur voorop van de Spanjaard Le Rono, die allen een raadsel is. Zwitserland volgt op 5 minuten 20 seconden met Huber en Koblet. Op 7,5 minuut de Nederlander Jan Nolten. Dan komen ze in kleine groepjes door. Op bijna 10 minuten Van Breenen. Thijs Roks op 10.75 minuut. Bouchard is afgestort dicht bij de plaats waar Van Est 2 jaar geleden omlaag viel. Even verder verongelukt Koblet. Aan allen ontglipt het raadsel. Le Rono de Spanjaard, gisteren nog voorlaatst op de ranglijst, de onbekende coureur, de meester van de Pyreneeën. Eerst 6 minuten later, Robic, Astrois, Cher. Zoals overal waar de renners komen is het feest. Men beseft weer dat het allemaal jonge mannen zijn die zich aan de grimmige krachtmeting van de Tour onderwerpen. De verschrikkingen van de bergen zijn vergeten, ze gaan naar de kermis. Thank you.
is vriendelijk voor ons geweest. Maar we moeten verder voor de tweede etappe door de Pyreneeën. Het is koud vandaag. Het begin van het traject is gemakkelijk. Maar elke renner weet, Bartali beter dan benig ander, dat hem verder nog wacht. Drie bergen, de hoogste voorop, de Tourmalet, meer dan 2100 meter. Dan de Aspin, bijna 1500 meter. En de dreigendste van alle, de Père Sourde. Goldschmidt, de Luxemburger, is hard vooruit gegaan. Laat hem maar lopen, dat leert hij wel af als de stijging begint. Ze hebben hem alweer te pakken. En zonder zich te forceren. Gevaarlijker is de man die daar aankomt, Jean Rabic. Rabic wil vandaag drie plaatsen omhoog klimmen naar de top van het algemeen klassement, waar nu nog de Zwitser Cher staat, die hem verbeten volgt. Jan Nolten gaat mee. Het is boeiend te zien hoe de groep die Rabic kan bijhouden steeds kleiner wordt. Nu zijn het nog de Spanjaard Lerono, Le Quilly, Cher en Bovin. Dan lukt het de grootste tegenstander van Rabic hem voorbij te komen. Cher, nog drager van de gele trui. Als Cher nu omziet, kan hij Rabic zien komen. Rabic duldt nog slechts de Fransman Le Quilly bij zich. Op 1 3/4 minuut achter Rabic aan stort Cher zich in een huiveringwekkende afdaling naar beneden. Nog 2 minuten later, Louison Babet. Vlak achter hem, Mirando en Molinéris. Weer begint de weg te stijgen. Magny heeft zijn aanvankelijke achterstand door een pijlsnelle daling bijna ingelopen. Met zijn ploegmakker Astroa jaagt hij op Rabic. Die heeft bij een val op de top zijn knie geblesseerd, maar trapt door. De beklimming van de Aspin. Cher heeft met zijn afdaling 24 seconden van zijn achterstand ingelopen. Hij verliest er 28 bij de bestijging van de Aspin. Zijn pijnlijke knie zwoegt Rabic op de finish af. Onbedreigd, want Cher, die hem bij de afdaling bijna had ingehaald, moest voor een gesprongen band van de fiets. MUZIEK
bijna anderhalve minuut later Babet en Bovin. Alleen of in groepjes komen de anderen binnen. Robic wordt intussen in de ceremoniële handelingen verwikkeld die hem als winnaar van etappe en algemeen klassement toekomen. Bartali bespreekt een verzuim van zijn helpers. Dat zijn dingen waar je achterheen moet zitten. Want je wordt alleen een groot coureur als je goed weet wat je toekomt. Mensen die voor hun succes en soms zelfs voor hun lijfsbehoud zijn aangewezen op hun fiets, weten dat deze machine de uiterste zorg verdient. Dagelijks onderzoeken de technische helpers van elke ploeg de karretjes nauwgezet. Dat gebeurt dus ook bij de Nederlanders. Na de 11e etappe bezetten de Nederlanders als ploeg de tweede plaats met een achterstand van een klein kwartier. En Pellenaar zit op dit ogenblik in zijn hotel uit te rekenen hoe hij dit moet laten inlopen. De renners zelf wachten op zijn instructies en laten intussen hun spieren in de beste conditie brengen. Want evenals hun fietsen zijn ook de rijders afhankelijk van een zorgvuldige technische verzorging. De post van huis en van toegewijde sportvrienden in het vaderland, wier opwekkende ontboezemingen hen bij elke etappeplaats wachten, vult hun gemoederen met nieuwe kracht en de hotelkeuken vult de rest. Voor het enige wat daaraan ontbrak zorgde Pellenaars. Havermout. Niet waar? Als alle deelnemers aan de Tour trekken de Nederlanders zelfs bij hun eenvoudigste verrichtingen onverdeelde belangstelling van de bevolking. Op de wilde bergetappen van de twee voorgaande dagen volgt nu een rit door een lieflijk landschap, met prachtig viswater overigens. Het wordt een traject dat overwegend omlaag leidt en over vlak land door vredige plaatsjes waar de bevolking zich uren tevoren al installeert om de tourkaravaan te zien passeren. Aanvankelijk wordt er gewerkt en gelezen, maar de aandacht voor de omgeving neemt toe naarmate het tijdstip van de deurtocht nadert. En in het laatste kwartier betrekt men de definitieve posten. Midden in het peloton rijdt Robic, nummer 110. Bedacht op behoud van de leiderstrui, maar voorlopig niet in staat tot een aanval. De Fransman Rémy draagt met voorbeeldige berusting de tegenslag van het bandenpech. Gewoonlijk wordt de etappe die op de Pyreneeën volgt kalm verreden. Nu zijn er al Belgen en Luxemburgers en met hen Van Breenen kort na de start uitgelopen. De uitgeputte Robic moet zich inspannen om hem bij te houden. De mannen van de vlakke ritten hoopten hier namelijk een kleine voorsprong te winnen, voordat het nieuwe bergtraject begint waarop ze weer achter zullen raken. Zo houden ze de hele karavaan op gang. De Franse regionaal Pontet vormt een gelegenheidsploegje met de Luxemburger Kirchen voor de volgende flitsende uitval. Het veld wordt gesplitst in onafhankelijk jagende groepjes en een goed gesloten middenvak waarin de grote rivalen elkander in evenwicht houden. De Zwitser Cher wijkt niet van Robic, Bartali en Bovin. Huber volgt hem met Astrois en Loridi en alles wat enigszins naam heeft.
Op 70 kilometer voor de eindstreep demareert Suikerbuik. Hij krijgt de Berg de Bruyne mee. Dan komen Rossello, Gerrit Voorting, Van Breenen, Rox. Een Nederlandse aanval op de vooruitgeschoven post van Darrigade. En de Bretons Maé, Malijan, Marvin, Bultel, die hun verzwakte leider Robic hebben achtergelaten. In de kopgroep belandt ook Wim van Est na een fameuze rit van een kwartier, waarmee hij 3 minuten op de demaranten inloopt. De schrik vaart door het hele peloton. De rust van het einde lokt in Albi na meer dan 5,5 uur. André Darrigade, een van de snelste renners van de Tour, gesteund door ploeggenoten, duikt over het stuur voor een verschrikkelijke eindsprint om de sterke Nederlander te verslaan. Robic valt in het algemene klassement terug op de 4e plaats. Van Est klimt naar de 7e. Leider wordt nu Maé van de West-Franse ploeg. Albi is een van de poëtische stadjes in Zuid-Frankrijk waar men van louter kijken rustig wordt. Het loopt tegen het middaguur als hier de drukke karavaan vertrekt. De vredige schoonheid vermag de renners langer niet te boeien. Nauwelijks zijn ze in het open veld of 3 man fietsen als verwilderd erop los. Gemignani, Roland en Loridi, 3 Franse nationalen. Een hele slier gaat met hen mee en dit is dan het wilde begin van een merkwaardige etappe. Voor eerst blijft het traject vrij vlak, maar er zijn bergen in het verschiet. Geen hoge weliswaar, maar een stijging valt gauw tegen als je fietsen moet. Maé draagt zijn nummer 105 tevreden op zijn leiderstrui. Tevreden, maar niet lui, want hij begrijpt dat dit een harde proef gaat worden. Hij rijdt hier immers niet alleen. Suikerbuik, nummer 55, heeft zich van het begin af aan de demarerende Fransen gehecht. Hij en Wachtmans hadden het aanvalsplan doorzien. Forestier en Robet jagen zo hard ze maar willen. Robet komt er zelfs overeind, maar ze komen niet weg zonder Wachtmans. Wie het veld in zijn geheel overziet, ontdekt de sterke Italiaan Astroa op weg naar een topplaats in het algemene klassement. Cher moet een nieuwe band om laten leggen en gaat dan weer hard naar voren. Want wie als de Zwitser eenmaal de leiderstrui heeft gedragen, vindt geen voldoening meer bij een 2e of 3e plaats. En hij is nu nummer 5 in het klassement. Robic is bij een afdaling geslipt. Nog is hij niet geheel bekomen van de uitputting na de Pyreneeën, nu hem dit treft. Beter zet hij deur, maar hij kan het tempo der leidende groep niet volgen. De vaart vermindert als altijd bij de ravitaillering. De renners komen in ordelijke groepjes binnen, als hadden ze afgesproken elkander het plezier in het 12-uurtje niet te bederven door een tussensprint. Sprinten mogen alleen de verzorgers. Thank you.
Als een der laatsten passeert Robiek. Er is nog een berg te verwerken met een verraderlijke stijging. Het is de Col des Treize Vents. Voor de echte klimmers onder de koplopers is dit de kans zich los te werken van de rijders die in het vlakke land hun meerderen of gelijken zijn. Alleen de sterksten blijven over. Loredi, Mirandeau en Bobet, Darrigade en Astroa en ook Suikerbuik en Wachtmans. Over de top heen nu en naar beneden. Wachtmans blijkt nog in de kopgroep te zitten met Astroa en wat Fransen. In Beziers eindigt de etappe, wild zoals hij begon. Loredi won de sprint en zijn voldoening daarover strijdt met zijn eigen verbazing. Zo snel heeft hij deze etappe gereden. Maar Léjac van de groep West is de derde Breton in 3 dagen die de gele trui aankrijgt. Nadat de controle is gesloten, komt Robiek met zijn halve ploeg binnen. Robiek heeft de etappe uitgereden, maar de volgende dag zal hij op medisch advies niet meer mogen starten. Beziers is een oud stadje op een kleine verhevenheid, te midden van een hard en droog land waar wat wijn wordt gebouwd. Het is warmer hier dan in enige streek van Frankrijk. En het weer is vandaag bepaald drukkend. Een nieuwe beproeving voor de 88 mannen die alle voorgaande beproevingen hebben doorstaan. Hoover voelt zich te loom om zich druk te maken over een lekke band. Vrij traag trekt de karavaan langs hem heen. Het zijn immers 214 kilometer tot Nîmes en lang niet allemaal vlakken. Het kost wilskracht om mee te komen, nog meer om eenzaam vooruit te gaan. Die wilskracht heeft Nolten. Le Guilly, Tonello en Kenhen zijn hem spoedig gevolgd. Men vertrouwt geen Nederlander meer op een eenzame voorpost. Bovendien, nu Robiek en Coblet uit de Tour zijn verdwenen, liggen de kansen weer open. Taai klitten ze dus bijeen. Het peloton passeert de Col du Vent eerst 10 minuten later. Het lijkt een gesloten massa, maar elke man heeft zijn eigen fietsje en moet op eigen krachten omhoog. Het peloton leest in het voorbijgaan op het informatiebord dat het op de kopgroep nu al 1,5 minuut achter is. Er zijn mensen langs de weg die de versmachtende renners iets verfrissends te drinken geven. Dat verlicht de trocht. De dorst kwelt vaker dan op een der voorgaande dagen. Nolten en zijn vluchtmakkers trekken de aandacht van tourdirecteur Godet. Op alle punten van het traject ziet men de kleine groep als eerste doorkomen. Ditmaal leidt Jan Nolten. De mensen aan de kant moeten nu wel een kwartier wachten op de eerste renners uit het grote peloton. Het zijn 4 mannen uit de groep West, Bretons, die nu hun leider Robiek is afgevallen, hun tweede plaats in het algemene ploegenklassement bezwaarlijk zullen kunnen houden. Er is een tamelijk constante verhouding ontstaan, dus kunnen de reclamewagens rustig tussen de karavaan doorrijden. De Fransen en Nolten hebben intussen al de voet van de laatste berg bereikt. Hun voorsprong is tot 10 minuten opgelopen. Nu het einde in zicht is, gaan ze trachten elkander te ontlopen.
er 4 aankomen die om de uitslag moeten sprinten. Ken Hennen is eerste geworden, Nolten vierde. En tevens bracht hij Nederland terug op de tweede plaats van het ploegenklassement. De ontvangst is lief, maar wat weten de mensen hier aan het eindpunt van de lange, lange tocht door de slopende hitte? Nîmes bezit een antiek circus. Daar verzamelen de renners zich de volgende dag tegen het uur van vertrek voor de rit naar Marseille. Van Brenen schuift met snelle slag naar voren. Al enkele kilometers buiten de stad Nîmes is er een flinke gang gekomen in de algemene opmars. Wij gaan nog door hetzelfde dorre landschap als de vorige dag, maar er hangen wolken in de hemel en de temperatuur is iets gemakkelijker te verdragen. Babet, die derde op de ranglijst is, zijn rugnummer is 61, rukt snel op. Maar Léjac profiteert van de windbreker. Babet probeert hem met een handige slinger kwijt te raken, maar Léjac blijft achter hem hangen. Het is een van de korte duels waarover we zo vaak lezen en die we zo zelden zien. Het koersbord vermeldt dat er weer een Nederlander aan de kop ligt. En er wordt onmiddellijk jacht gemaakt op Adrie Voerting, die zich met 2 Fransen en een Italiaan ver voor het peloton heeft gewaagd, waarin Wachtmans intussen onopgemerkt zijn plaats verbetert. Bedreigd door de Fransen demareert Adrie Voerting zeer vroeg. Het was haast niet te zien, maar de jonge Voerting bleef een banddikte achter de Parijzenaar Quentin. We moeten dus naar Monaco vandaag, weg uit Marseille. Had u ooit beseft dat je die havenstad aan de Middellandse Zee met haar enigszins verontrustende faam op de fiets kunt bereiken? De renners werden gisteren ontvangen met de Marseillaise. Bij hun vertrek zijn er zelfs 2. De zon brandt heet, maar een sterke bries in de rug maakt de warmte draaglijk. Achter ons ligt het woeste landschap van de laatste ritten. De weg leidt nu naar de Côte d'Azur. Nog nergens konden de toeschouwers langs de weg het zich zo behagelijk maken als hier aan de warme zuidkust. Een internationaal gezelschap bustoeristen kijkt naar een internationaal gezelschap fietstoeristen. Een Belg, 2 Fransen en een Spanjaard. Terwijl de partijen elkander wederzijds rustig opnemen, loopt een renner op het kleine kopploegje in. Het is weer een Nederlander, Wim van Est. Daar heeft hij zich al aan de leiders gehecht, nummer 57. In deze etappe waarop de Nederlander zich de anderen van het wiel schudt, behalve 1, Molinaris. Van nu af bekijken zal Kander telkens weer met het diepste wantrouwen. Voor Monaco is Van Est van hem weggelopen.
Van Est had de hele dag al geweten dat hij zou winnen. Zo voelde hij zich tot fietsen gestemd. Eerlijke blijdschap om zijn overwinning, nu het werk gedaan is, straalt van zijn gezicht. In Monaco wordt de renners een volle dag rust gegund. Het is een omgeving waarop men in één etmaal niet uitgekeken raakt. Het milde berglandschap toont een verrassende veelzijdigheid en telkens wisselende perspectieven. In de stadjes verschuilen de huizen zich in bochtige steegjes. Het huiselijke leven daarentegen vertoont zich buiten aan de straat. Langs de kust slingert zich een lint van mondaine gebouwen die front maken naar het blauwgroene water van de Middellandse Zee. Aan de voet van de geplaveide boulevards ligt het smalle strand. Bij een eerste bezoek moet men oppassen voor de zon en voor de tapijtenhandelaar. Op den duur raakt men tegen beide gehard. Het is behagelijk aan deze warme zee en rustig zonder wanklank. Oh nee, niet die fiets. Laat ons alsjeblieft eens even zonder fietsen zijn. Dit is het afscheid van Monaco. Uitgerust en wel kunnen ze weer een aardig stukje van de landkaart verwerken. 261 kilometer met 4 bergen. Van bovenaf zien ze er allemaal hetzelfde uit. Petje op, truitje aan, 2 glimmende wieltjes onder en uit. Van hieraf is het haast niet in te denken dat ieder van hen ook nog een innerlijk heeft. Waar het op dit ogenblik vrolijk, afgunstig, zorgeloos of gespannen toe gaat. Door welke gevoelens dan ook gedreven, eensgezind trekken ze zich naar boven langs de route Napoleon. Van één man is het bekend dat hij vandaag beslist wil zegevieren. Bartali zal in de aanval gaan. De hele schaar blijft merkwaardig dicht bijeen. Dat is niet alleen omdat ze warm en dorstig zijn. De Italianen remmen elke uitlooppoging af. De Nederlanders maken deze keer een opvallend goede rit. Ze zetten er alles op hun achterstand op de groep Noordoost-Centrum verder in te lopen. Eindelijk, op de Col du Labouret, komt de lang verwachte uitval van Bartali. Maar de Italiaan komt niet weg zonder Wachtmans en Roland. Ze halen Voorting in, die eerder was uitgelopen. Dan, aan de voet van de tweede berg, laat Wachtmans zijn ploegmakker met Bartali achter en klimt heel alleen voor de grote Italiaan uit. Met verwondering ziet men hoe Wachtmans zijn voorsprong weet te vergroten en alleen in Gap binnenvalt. In een woedende eindsprint houdt Bartali Voorting nog juist van zich af. Wachtmans heeft de gevreesde Bartali verslagen op het bergterrein dat de Italiaan zelf voor de strijd had gewenst. En niet alleen Bartali, maar alle beroemde rijders van de karavaan.
Dit is Nederlands vierde etappezege. Gaat het de Alpen tegemoet. Hier is het strijdperk waar gewoonlijk de snerkste renners een tijdwinst weten af te dwingen zo groot dat deze hun het leiderschap voorgoed verleent. Het peloton is al kort na de start een drietal mannen kwijt. Ieder beseft dat juist de Fransen in deze etappe zullen strijden voor een nationale overwinning in hun eigen toer. Er is echter maar één man van de nationale ploeg uitgelopen, de Leda, die zich aansloot bij Daké en Kenhen van de groep Noord-Oost-Centrum, nummer 1 in het ploegenklassement en dus van sinds die hoge post met ere te verdedigen. Maé van de groep West, de Italiaan Astrua, zij zwoegen achter de drie mannen aan met een achterstand van bijna 10 minuten. Terwijl de Franse nationalen aan de kop van het peloton gaan rijden om niemand meer door te laten, is Bobet vooruitgegaan om de voorlopers in te halen, maar één man is meegegaan, Lerono, de Spanjaard, de meester van de Pyreneeën. Bobet vertrouwt op eigen kracht en inzicht en duldt de Spanjaard achter zich. Demaranten naderen de top. Het begint het te berouwen dat ze met deze snelle stijging al zoveel van hun krachten hebben verbruikt. Op deze berg volgt nog een tweede die steiler en moeilijker is. Maar hun vaart verminderen en zich laten inhalen en meenemen door het peloton, dat betekent dat al hun inspanning voor niets zou zijn geweest. Dus zetten ze door. Babet en Lerono intussen hebben een achterstand van 9 minuten al terug kunnen brengen op 5. Bobet en Lerono verhogen hun tempo nog. Daar laten de drie debaranten zich pijlsnel omlaag vallen. Zij sparen nu krachten, maar zitten in slopende spanning door het verhoogde gevaar. Anderen profiteren op hun beurt van dezelfde voordelen van de afdaling en riskeren dezelfde gevaren. Zo wisselen voor elke renner de verschrikkelijke inspanning van het stijgen met de angst van het dalen. Het is een helse inspanning die elk zich moet getroosten. In het beste geval in de hoop op een voorsprong van enkele seconden na meer dan 5 uur jachten. Voor de meesten alleen in de hoop hun groeiende achterstand zoveel mogelijk in te perken. Jan Noten, hij heeft zijn medestrijders onderweg verloren. Op eigen kracht strijdt hij tegen de rusteloze Bobet en tegen de onbewogen berg. Hij heeft de drie demaranten verslagen en ook Lerono losgereden. Hier staat een man die deze verbazingwekkende prestatie beter kan beoordelen dan wie dan ook. Fausto Coppi heeft zelf op deze bergen gestreden. Jan Nolten passeert. Men ziet het hem aan dat hij volledig geconcentreerd is en zijn krachten zorgvuldig besteedt. Bellenaars kan tevreden zijn. Lerono neemt zich voor eerst Jan Nolten in te halen en daarna Bobet. Gimignani zwoegt naar boven. Niemand ontkomt hier aan dezelfde vernielende inspanning. Maar Léjac moet wel vrezen dat hij de gele trui voor de laatste maal draagt. De Italiaan Drey, de Fransman Maé. Coppi heeft tot zo lang moeten wachten op de eerste landgenoot. Dan ziet hij Astrua.
de Zwitser Cher. Bartali is nog niet voorbij. Waar zoveel mensen staan, moet een belangrijk punt wezen. Ah, 20 kilometer van hier is de finish. Dat wordt dus een snelle daling. Hij heeft de hoogste begaanbare alpentoppen overwonnen. Na ruim 5 uren snelt hij op Briançon af, zonder één renner die hem de zegen nog zou kunnen betwisten. Zijn mededinger ligt 5,5 minuut achter. Dat is de Nederlander Jan Nolten, die tweede wordt voor alle groten. En met Wachtmans en Suikerbuik Nederland op de eerste plaats zal brengen. En de Franse sportwereld heeft al lang voorbij de nationale held. In de klaarheid van de alpenlucht ook helderheid gekomen is in de krachtsverhouding tussen de renners, is het nodig dat de leider van de beste ploeg zijn mannen strak aan een verstandig werkplan bindt. Pellenaars wil nu geen extra inspanning, behalve van Suikerbuik, die door de breuk van zijn stuurstang achterstand opliep en die weer moet inhalen. Wachtmans heeft na zijn duels met Bartali wat rust nodig. Ook de anderen hebben gisteren veel van zich gevergd en morgen komt de tijdrit die voor Nederland belangrijk is. Voor vandaag is al genoeg gewonnen als de ploeg weer ongehavend uit de benauwenis tevoorschijn komt. Wim van Est blijft tegen zijn gewoonte rustig in het peloton achter zijn makker Voerting. Ook Nolten doet vandaag niet van zich spreken. Maar ook voor wie zich rustig houdt telt deze bergrit 227 kilometer. Dat is op de fiets, zelfs voor een Babet, goed 6,5 uur stevig doortrappen. De Belg couvreur heeft de boodschap gehad dat de Franse nationaal Le Guilly, de eeuwige vechtjas, is weggelopen. Weer vaart er een rimpeling door het peloton. In de afdaling lopen Babet en zijn vrienden in op de felle Le Guilly. Lerono heeft hem gegrepen. Langarica, Forestier, Couvreur en Meunier. Dit begint gevaarlijk te worden voor de eerste plaats van Nederland. Het peloton waarin een aantal Nederlanders meedraait ligt 12 minuten achter op de onstuimige leiders als de ravitailleringsplaats Grenoble in zicht komt. Hoe dichter wij Lyon naderen, des te harder begint de Lyonnais Forestier met zijn ploegmakker Meunier te sjorren om de Spanjaard Langarica los te gooien. Lyon verwacht zijn snelle stadgenoot, maar Meunier vergalt de chauvinisten alle plezier door die te verslaan. Ze zijn kwaad op hem en Meunier heeft alleen gedaan wat hij doen moest, winnen. Er is misschien geen rit zo enerverend voor de renner als de tijdrit. Voerting wordt gelanceerd voor de race zonder zichtbare tegenstander, de rit tegen het horloge. Geconcentreerd bereidt Wim van Est zich voor op zijn beurt. Hij beseft dat de Nederlandse ploeg alles van hem verwacht. De tijdrit is zijn specialiteit. Met een gezicht strak van spanning verwerkt hij de laatste minuten. Je zou willen zeggen, rustig maar jongen, dat komt wel goed. Want inderdaad plaatst van Est zich vandaag als uitstekende tweede. Zo wachten de renners, uiterlijk rustig, maar innerlijk in trillende spanning. Dit zijn de moeilijke laatste seconden voor Jan Nolten. De Zwitser Cher. Hij zal de derde plaats bereiken achter Van Est. Babet heeft de tijden van zijn belangrijkste mededingers kunnen bestuderen. Hij weet dat hij Van Est zal moeten overtreffen om te winnen. Het parcours is ronduit verschrikkelijk. Het telt vele stijgingen en 1200 bochten.
Wachtmans rijdt verrassend goed. Hij haalt Manji bijna in de 4 minuten dat hij voor hem gestart is. Hij zal 4e worden. Jan Nolten eindigt als 32e. Baudet weet de snelle tijd van Van Est nog met 1,75 minuut te verbeteren. Hij, die in de Alpenrit zo overtuigend triomfeerde, blijkt inderdaad de beste renner in de Tour. Nog 2 dagen moet er gereden worden. Tot nu toe zijn er 43 renners afgevallen. De 76 die overblijven hoeven niet meer te strijden om de persoonlijke overwinning, die is zeker voor Baudet. De Fransman kan het er dus van nemen. Maar tot geen enkele prijs wil Pellenaars in zijn hemd komen te staan aan de finish in Parijs. Van Breenen en zijn makkers heeft het dus opgedragen zoveel mogelijk aan te vallen en elke vreemde aanval af te slaan. Want de eerste plaats die zij bezetten in het ploegenklassement zou nog kunnen worden overgenomen door Noordoost Centrum of zelfs nog door de Franse Nationalen. Deze voorlaatste dag biedt dus spanning genoeg. Het is afmattend heet en dat met wind stil. Toch gaat Nolten mee met 2 Franse regionalen die op hun beurt bijstand willen verlenen aan een ploeggenoot verder vooraan. Wat daar precies gebeurt kan Nolten nog niet overzien, maar hij verzekert zich van de Parijzenaar Renault. Daar vooraan gebeurt wat Pellenaars had voorzien. Bovin is verrassend uitgelopen, maar Wachtman schoof langs hem heen en stuift voor de Fransman uit. En 2,5 minuut voor het vliegende peloton op zijn 2e overwinning af. Nu kan Nederland niets meer gebeuren. Parijs, dat is een vaste traditie, is een triomftocht waarbij men elkander niet meer in de wielen rijdt. Het grootste gedeelte van de 328 kilometer wordt afgelegd in een vlot tempo. Wel blijven de Nederlanders waakzaam. Want 6 jaar geleden heeft Robic de karavaan verrast met een aanval, waardoor hij nog op het laatste moment de gele trui won. Waakzaamheid is goed, maar de Nederlanders hebben op hun beurt geen enkele agressieve bedoeling. Veilig te midden van ploeggenoten gaat Baudet over de weg. Gimignani en Loridi, Remy en Gauthier achteraan. In de voorsteden van Parijs begint de mensenmassa die de weg de renners zal omzomen tot aan het wielerstadion. Velen van hen hebben hun post al de vorige avond betrokken. Het is hier dat de Italianen een laatste aanval ontketenen. Manji voorop. In het Parc des Princes intussen wacht het publiek. Wachten de belangrijke genodigden, terwijl een bond programma hen de tijd bekort. Applaus klinkt op voor de winnaars van vroegere ronden, zoals Robic, die deze Tour echter niet uitreed. In deze parade van de onvergeten roem verschijnt ook de winnaar van de eerste Tour, de 83-jarige Maurice Garin. Dan stuift met jong geweld de kopgroep binnen van deze Tour, waarin Voorting meejaagt. Leidt de tweede groep. Dan volgen andere groepen. De Tour de France is uit. De radio vraagt het eerste woord van de winnaar, Baudet. Wachtmans antwoordt de Nederlandse pers. Het is rommelig en gezellig. En iedereen knapt zich wat op voordat hij zich onderwerpt aan de officiële huldiging. Men kan ze nu eens rustig bekijken, de mannen die rondom heel Frankrijk hebben gejaagd. Gerrit Voorting, Jan Nolten die de kop niet gebogen heeft voor de Alpen.
Hein van Breenen, de trouwe helper. Wim van Est, de sterke. Suikerbuik, die uitstekend debuteerde. Bellenaars, die hen allen inspireerde. Thijs Roks, de vechtjas. Wout Wartmans, de listige en snelle. Louis Badet bevocht een overwinning zonder smet en reed een hoger gemiddelde dan enig toerwinnaar voor hem. Cher wint de jubileumprijs. Als strijdlustigste renner wordt Wartmans onderscheiden met een prijs. Een wielerronde is verreden die slechts de allersterksten weten te volbrengen. En Nederland heeft haar als ploeg gewonnen. Deze triomf heeft in de wereld bewondering gewekt. Dat is de grote winst in deze Tour de France. Zo vaak aan een prestatie, groot of klein, de naam verbonden wordt van Nederland, is het belangrijk dat zich goed geschiedt. En wat de Nederlandse ploeg heeft gedaan, was groot en goed.